Hallo allemaal. Ik heb een mapje gemaakt en dat heb ik gedaan met de nieuwe lijn van Studio Light. En dat is Winter Garden. Persoonlijk vind ik hem verschrikkelijk mooi. Er zijn twee paper pads. Ik heb er eentje van gebruikt en dat is deze. SLWGPP24. Dan zit er een die-cut boekje bij. Dat is SLWGDCB22. En een scrappakpapier. Er zitten verschillende in en alles zit er twee keer in. En dat is SLWGPS03. Dan heb ik, zoals jullie hier kunnen zien, effen papier gebruikt. Dat heb ik met deze paperpad gedaan. En dat is SLESPP08. Die kleurtjes groen passen er gewoon heel erg mooi bij. Dus dat is een aanrader. Dan zit er bij het scrappapier zitten er van deze kaartjes. Ik heb op één na ze allemaal gebruikt. Ik heb ze op maat gesneden of geknipt. En dat heb ik gedaan door ze 7,5 bij 10 centimeter te maken. Dan passen ze gewoon heel mooi in mijn mapje. Dan heb ik een nieuwe stans. Dat zien jullie hier. En dat is CCLESCD58. Dat is een hele leuke label. Ik heb hem gebruikt als accent door mijn rondje waar het lintje omheen gaat met een bret vast te zetten. En hier konden er ook twee brets in. Dat vond ik dus wel een heel leuk geheel worden. Dit is de zijkant. En de achterkant heb ik met kraft beplakt omdat hieronder dat lintje hier zit wat ik hier omheen heb gedraaid om hem dicht te houden. Het mapje is 13 bij 9,5. Ik zal hem zo laten zien en aan het eind laat ik zien hoe ik hem heb gemaakt. Zodat als jullie dat willen, hem ook zouden kunnen maken. Ik draai dit even los. Dit is een plaatje uit een die-cut boekje. Dan gaat hij zo open. Dit is ook uit het die-cut boekje. En dan heb ik hier dus een pocket. En in die pocket heb ik een kaartje gemaakt. En een vogelhuisje met schutmateriaal. Omdat het om vogeltjes gaat natuurlijk. En dat heb ik weer gedaan met deze stans van een swing card. Die heeft twee stansen van een huisje als een matlaag. En die heb ik dus gemaakt om deze shaker te maken. En aan het eind laat ik ook zien hoe ik de shaker heb gemaakt. Dan schuif ik hem even naar boven en dan klapt hij nog weer zo open. Dan heb ik dus hier een mapje en daar een mapje. Deze twee plaatjes komen niet uit het vel met die plaatjes wat ik net liet zien, maar uit het die-cut boekje. Ik heb dit die-cut boekje is 15,2. Ik had natuurlijk 7,5 nodig, dus ik heb een klein randje afgehaald. Die heb ik dus door de helft gesneden. Hier vandaan gemeten 10 centimeter, die heb ik hierop geplakt. En die andere helft met dit plaatje ook op 10 centimeter gesneden. En die heb ik hieronder geplakt. Zo werd het een heel mooi geheel. Dat zit dus hierboven en dit zit hieronder. Echt een heel leuk plaatje ook. Dan trek ik deze naar deze kant open. En die gaat naar deze kant zo open. Dan heb ik hier dus twee plaatjes en daar twee plaatjes. En hier heb ik een envelopje gemaakt. En dat heb ik gemaakt met dit envelopje wat bij deze stand zit. Dit kaartje past ook in het envelopje. En dat is SLESCD82. Die heb ik dus ook weer gesloten met zo'n lintje om een rondje heen. Zo. En hier zit het kaartje. Die heb ik verder blank gelaten. Zodat je er een heel verhaaltje op kan schrijven. Dit zijn twee tabs. En die tabs die komen uit dit setje. Dat is stencil SL371. Deze. Ik heb daar twee gaatjes in gemaakt. Daar heb ik dus ook een stukje organza lint doorgehaald. Die heb ik dubbel geknoopt. En op het knoopje een druppeltje glossy accents gedaan. Dat vond ik wel een leuk detail hierbij. Dan gaat hij ook deze kant op open. En deze gaat de andere kant op.
Dan zie je hier mijn mapje. En dit gedeelte zit met een pocket vast op mijn mapje. En hier is dat net zo. En in die pocket heb ik dus ook twee vogelhuisjes gemaakt. Voor de pockets. Ik heb dus een klein vogeltje op de eerste laag geplakt. Dit rondje kun je er dus ook uithalen, want die zit erbij als stans. En dan twee van die sneeuwklokjes, een bosje sneeuwklokjes. En die passen dus heel mooi in deze twee pockets. En zo gaat die weer dicht. Dan ga ik laten weten, of voordoen, hoe ik hem heb gemaakt. Ik heb weer een briefje gemaakt met alle maten en de rillijnen en dergelijke. Dit staat ook op mijn blog. En mijn blog vind je onder dit bericht ook. Daar staat dus blogpost en daar vind je dus dit velletje. Voor het mapje snij je dus 1 keer 9,5 bij 30,5 centimeter. Die ril je op 12, 14, 27 en 29. Dat heb ik hier gedaan. En ik heb de rillijnen even aangegeven. Die vouw je dus. En als je die gevouwen hebt, dan heb je op deze manier je mapje. Maar ik heb deze verlengd. Zodat die precies met dit witte gedeelte op dit witte gedeelte komt. Dan is dit dus precies dezelfde lengte als dit. En voor het verlengstukje heb ik een stukje gesneden van 8,5 bij 9,5. Dat zie je hier. Het plakstrookje heb ik schuin weggeknipt. En dit komt dus hier opgelijmd. Als dat dan vast zit, dan komt dat zo precies op elkaar te zitten. En dan heb je dus je mapje. Dan zie je hier voorop nog een pocket. Vakje heb ik hier genoemd, maar het is een pocket. Daar heb je voor nodig een stukje van 5,5 bij 11. Dat ril je aan drie zijden op 1 centimeter. Dan ziet het er zo uit. Ik heb die stukjes hier, zeg maar, wat ik gerild heb, schuin weggesneden. Hieronder ook. Toen die rillijnen gevouwen. En op deze manier is het een pocket die dus zo hierop komt. En ook op deze pocket heb ik dus een matlaag van een centimeter kleiner. En het groene is weer een centimeter kleiner. En voordat ik die pocket erop heb gedaan, heb ik natuurlijk dit hierop vastgemaakt. En aan de binnenkant even een stukje dubbelzijdig tape geplakt. Die ik ook de laag, zeg maar, de ene laag er niet afhaal. En zo beschadig ik dus niet mijn kaartjes die erin komen te zitten. Dan heb je het binnenwerk. Dan heb ik het over deze twee dingetjes. Tweemaal een strook van 11 bij 30,5, want we hebben natuurlijk twee mapjes nodig. Dat heb ik dus hier gedaan. Die ril je op 8,5, 17 en 25,5. Dat zie je ook hier. Dan vouw ik deze dus zo. Die gaat weer naar achteren en dan komt die weer naar voren. Zo zit hij dus hierop. Dit is het gedeelte wat ik dus aan drie zijden heb vastgelijmd en hier op deze manier in mijn mapje heb geplakt. Dan heb ik dus hier een pocket. Voor deze kant draai ik hem even om. Dan komt mijn pocket aan deze kant te zitten en die heb ik op deze manier hier aan drie zijden vastgelijmd om daar een pocket te maken. Dus zo simpel is dit. Zeg je, ik wil maar twee plaatjes gebruiken. Dan haal je hier gewoon een stuk van af. Dan worden het geen drie vlakjes, maar twee. Dat zou dus ook goed kunnen. Nu ga ik even dat schutvogelhuisje maken. Oh, het organza lint. Daar heb ik 6 mm voor gebruikt, wit. 1 keer 40 centimeter. Dat is het deel wat hier omheen vouwt. Dus die komt ook onder dit rondje te zitten en dit deel hangt los. En 2 keer 15 centimeter, dat is wat ik hierin heb gestopt. En nadat ik een dubbele knoop heb gemaakt, heb ik die dus korter afgeknipt. Maar dan kun je ook heel makkelijk, als je 15 centimeter neemt, even een dubbele knoop erin leggen.
Dan ga ik naar mijn vogelhuisje. Het vogelhuisje bestaat dus uit twee stansen. Een kleinere en een wat grotere. En die kleinere heb ik dus twee keer uitgestanst. Een keer uit de kleur van de ondergrond en een tegenkleur. Dat heb ik hier ook gedaan. Twee kleurtjes. Dan heb ik dus één keer de achterkant gestanst. En dat heb ik dus van dezelfde kleur, dus die kleiner ook gemaakt. Dan heb ik hier een groter rondje uitgehaald. En dat heb ik met dit stansje gedaan, de twee kleinste. Dat is SLESCD84. Die heeft, als je ze allebei dus doet, een heel mooi stikrandje. Ik heb dus uit deze kleinste eerst met dit rondje het gaatje gemaakt. Toen deze twee zo in elkaar gelegd. Als je geen magneetmapje hebt, kun je dus ook een met dubbelzijdige tape of met dat plaktape, zeg maar, dat non-permanente, kun je hem vastzetten. Als je hier dan een stukje wit papier op legt, dan krijg je dus een ringetje. En dat ringetje heeft dus heel leuk dat stikrandje. En die heb ik dus op mijn opening geplakt. Ik heb dit dus twee keer gestanst uit papier. En één keer uit Mika. En dat Mika vogelhuisje heb ik dus achterop het donkere, de bovenkant zeg maar, van het vogelhuisje geplakt. Dus dan ziet het er zo uit, dan is dit dus dicht en een raampje. Dan ga ik hier langs dubbelzijdig tape plakken, zodat ik mijn schutmateriaal erin kan doen. Dat ga ik nu even doen. Die plak je dus zo dat hij niet te ver aan de rand zit, want dan kijk je er te veel tegenaan. Maar hij moet ook weg van dit rondje blijven, anders zie je dus ook dat dubbelzijdig tape. En dat vind ik gewoon niet zo mooi. Dus ik heb gewoon kleine strookjes geknipt. En die ga ik nu hier tegen elkaar aan, zodat het schutmateriaal er niet uit kan rollen. Nou, dat kan. Nou, daar knip ik toch een klein stukje van af. Zo. Nog één klein stukje. En op deze manier hebben we dus een dammetje gemaakt. Ik heb dus gewoon met een mesje in mijn bredere tape, zeg maar, op deze manier drie of vier sneetjes gegeven, waardoor ik van die dunnere strookjes krijg. Zo. Nou, pak ik dus mijn schutmateriaal. Ik heb hiervoor mosterdzaad gebruikt. Ik had geen losse vogelzaadjes, zeg maar. En ik wilde geen steentjes of pailletjes of zo doen. Ik wilde het een beetje een natuurlijke uitstraling hebben. Dus dit is mosterdzaad. Wat ik dus wel in huis had. Daar doe ik met dit schepje een aantal zaadjes in. Dan ga ik dus die beschermlaag van mijn dubbelzijdige tape afhalen. Ik doe het heel voorzichtig. Zodat dit dus niet gebeurt, wat nu wel gebeurd is, dat zaadje op mijn foam komt. En dat moet niet, want dan krijg ik dus een hele kleine opening. Dus dit is even een rustig werkje. Zo. Nou heb ik dus de achtergrond ook een keertje gestanst. Want dit moet natuurlijk zo blijven liggen. En dan is het voor mij heel moeilijk om hem hier precies in het midden op te krijgen. Dus daarom heb ik hem nog een keer gestanst uit dezelfde maat.
En dan kan ik een beetje kijken dat ik hem er dus precies op krijg. En dan zit hij dus dicht. Dit is dus de makkelijkste manier. Dan kan ik dus nu dit inlijmen. En die komt dus heel mooi hierop. En zo heb ik dus dit gemaakt. Wat dus hier met dat kaartje in mijn pocket komt te zitten. Niet moeilijk als je het even weet. Dit was dus een kort filmpje om jullie dit mapje te laten zien. En ik hoop dat je het leuk vindt. En misschien ga je het zelf ook wel maken. Je kunt het natuurlijk met deze kaartjes doen, maar alle scrapbook-serie zeg maar, van Studio Life heeft allemaal zo'n vel met die kaartjes. Dus misschien heb je al een ander vel met kaartjes. Dan kun je dus ook dit mapje gebruiken. En dan viseer je hem nog met de andere plaatjes die ook bij zo'n lijn in zitten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!